kwam een boot aangevaren van de rechterkant van de brug. En die kwam best hard aangevaren en vervolgens hoorde een gigantische harde klap. En toen zagen we dat de stuur dat naar beneden was gekomen. En hij was onder het vaste gedeelte van de brug doorgevaren. Niet onder het beweegbare deel gelukkig. Want anders hadden we misschien nog problemen gehad met de brug op en neer. En hij is al weer op geweest, de brug. Dus daar is niks mee aan de hand. Wat hoorde u voor geluid? Een gigantische klap. En gewoon glas gerinkel en zo. Dat. En de boot kwam onder de brug door en zag gewoon de hut zo voorover liggen. Nou, gelijk ook mensen aan de overkant van de Rijn ook al roepen naar de schipper en zo. Die hadden contact en ik heb hier op een parkeerplaats ook met de schipper gesproken. En alles goed? Zo, hop. En ze zijn niet gewond. Er zijn geen gewonden gevallen. Dit soort dingen maak je niet dagelijks mee? Nee, wij zitten hier toch dagelijks, maar dit is de eerste keer. Tot in dat, vele uurtjes door te brengen met de honden, een biertje erbij, bootjes kijken en nou in één keer dit. Blij dat het goed afgelopen is? Ja, dit is alleen maar materiële schade, gelukkig. En de schipper en zijn vrouw zijn oké, dus ja, dit kan gerepareerd worden. En de brug zal niet zo gek veel mee aan de hand zijn. Dat moeten we in Alphen niet hebben, hè? Nee, daar weten we genoeg van. Laten we dat nu maar zo houden. Meer hoeft niet.